Matches wins. Heel fijn. Love it. Goedemorgen. Het is Koningsdag en het is nu iets over 7:30 en Sven en ik zitten in de auto. Yeah. Yes. Vanuit Sven's werk gaan we vrijwilligerswerk doen in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. En het heeft allemaal te maken met de digitale wereld. En toen had Sven me dacht van, hey, ik heb een vloggend vriendinnetje, is dat niet een leuk idee? Nou, superleuk idee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel een beetje spannend vind, want ik ben echt, sinds de geboorte van Niels, vind ik het allemaal, wil ik eigenlijk het nieuws ook niet zien, de ellende in de wereld laat staan, zieke kindjes, dat vind ik echt heel erg. Maar goed, ik wil natuurlijk niet zeggen dat ze er niet zijn en ik zou ze met liefde willen helpen. Dus dat gaan we doen. Dus we zitten in de wagen. Niels heeft vannacht bij opa en oma geslapen, want we moesten zo idioot vroeg de deur uit dat, ja... Dat is gewoon niet handig met Niels. Dus ik heb gisteren even bij mijn ouders gegeten. Of eigenlijk bij mijn moeder, mijn vader was er niet. Bij mijn moeder gegeten en hebben we samen lekker Niels in bed gelegd. En nou ja, toen ben ik weer vertrokken en nu in de wagen. Hoe is hier Sven? Hoe is het naast mijn collega? Dus we zijn ook in matching outfits vandaag. Dat is wel romantisch, dat hoort erbij. Dus ik ben heel benieuwd. Ik weet niet zo goed wat ik kan verwachten, dus ik heb al wat voorbereid, maar ik wil vooral met ze gaan doen. Het zijn jonge kinderen, tussen de 7 en 13 geloof ik. Dus ik wil ze een beetje vielen. Ja, right friend. Navigatie heeft vielen. Nou, is echt helemaal niemand op de weg. We zagen net een paar boten. We zeiden het is drukker op het water dan op de weg. Het is wel een beetje mistig. Het was even blijkbaar gevroren vannacht. Uiteraard zal ik daar niet echt kunnen filmen, want het is voor de privacy van de kinderen. Misschien dat ik gewoon iets van film waar geen kinderen op staan, maar ik denk dat dat lastig wordt in het ziekenhuis sowieso natuurlijk. Maar we gaan ze in ieder geval een leuke Koningsdag bezorgen. Het is 's ochtends, dan gaan we 's middags, Niels is dus bij mijn ouders en dan gaan die gaan lekker met hem naar de rommelmarkt toe. Dat vind ik wel jammer dat ik dat nu mis, maar... Wij gaan na zijn middagslaapje halen we hem op en dan gaan we, sorry voor het geschud, want we rollen zo over. Na zijn middagslaapje halen we hem op en dan gaan wij gewoon nog even gezellig met hem de hort op. Ja, ik neem jullie mee voor zover dat kan. Inmiddels zijn we allemaal druk aan het knutselen. Deze aan de haak, daar, en met z'n drieën. En dan lang natuurlijk. Wij zitten in de auto terug. Het is nu 1:15. We zijn volgens het ding 1:15 thuis. We zijn nog even aan het puzzelen of we eerst naar huis gaan of eerst Niels ophalen of ingewikkeld. Want Niels heeft al geslapen. 1 uurtje van 11 tot 12. En normaal slaapt hij zeg maar vanaf een uur of om 12:30, 1 uur. En dan tot een uur of 2:30, 3 uur. Maar nu moet hij dus waarschijnlijk nog een keer slapen straks. Nou, we gaan het meemaken. Dus we moeten nog even puzzelen. Maar... ja, het was leuk. Het was ook indrukwekkend. Het is wel heftig om allemaal zieke kindjes te zien en hun broertjes en zusjes. Maar het is ook wel heel mooi om te doen en het was ook heel lief. Het was ook een heel schattig meisje. Ik heb uiteindelijk ook nog een beetje geknutseld en zo, want vloggen van is toch soms best wel spannend. Dus een aantal natuurtalenten en de rest vond het spannend. Maar één heel schattig meisje had ook zij met haar vingertje op mijn neus zei en zei ik vind je lief. Dus heel lief zijn ze, heel schattig. En Sven vond ook heel super tof. Ja, absoluut. Terugrijden en dan maar eventjes kijken. In ieder geval even iets anders aandoen dan deze matching outfit. Oh, het is ook een licht. Zo, wij zijn net terug van Koningsdag. Ik heb een oranje shirtje aan en verder had ik natuurlijk gewoon mijn jasje aan. Of mijn jasje. Het was heel gezellig. We hadden even met mijn beste vriendinnetje en haar vriend afgesproken. En Niels was erbij. Dus we hebben gewoon lekker even een beetje over de rommelmarkt gehobbeld. En Niels is nu eigenlijk heel moe. Het is nu 16:30. Dus we gaan denken, oh, dit zit heel charmant. Wind tegen gehad. Nou, hoppa. Dus we gaan Niels zo even in bed liggen, denk ik. Want die is echt wel een beetje klaar ermee. Maar ja, hij is nu net weer thuis natuurlijk. Dus dan is hij zo, yes, al mijn spelletjes en dingetjes. En ik denk dat ik zo even ga douchen. Daar heb ik echt ontzettend veel zin in. Gewoon lekker make-up eraf halen, lekker douchen.
Ik weet niet waarom, maar ik heb er gewoon zin in. Het was best wel koud. Ja, en dan is morgen gewoon nog een werkdag. Dan moet ik nog even aan wennen aan die gedachte. Maar goed, we gaan gewoon lekker daarna gewoon lekker weekend houden. We hebben dit weekend niet heel veel te doen, geloof ik. Volgens mij hebben we zaterdag niks op de planning. Heerlijk. En behalve Zumba natuurlijk. En dan zondag ga ik op kraamvisite bij de eerste van mijn zwangerschapsclubje. Is bevallen van nummer 2. Dus daar ga ik op zwangerschaps of op kraamvisite. De kleine baby bewonderen is altijd leuk natuurlijk. En dan 's middags komen beste vriendinnetje en haar vriend langs van beste vriendinnetje. En Sven moet even iets voorbereiden. En ze komen daarnaast lekker 's avonds eten. Super gezellig. Dus zondag is vol. Maar ja, zaterdag is gewoon lekker rustig. Ik heb geen idee wat we gaan doen. Ik weet ook niet wat voor weer het wordt. Volgens mij wordt het zondag wel lekker. Dus ik had ook bedacht dat het meisje met een nieuwe gein, dat we daar gewoon heen gaan fietsen. Dus ik denk een half uurtje fietsen of zo. En maar ja, ik weet niet hoe het morgen wordt. Of zaterdag wordt. Morgen is vrijdag. Dus vandaag donderdag. Hey, Mittens. En ja, vandaag verder niet zoveel. We eten vandaag spiesjes en couscous en zo. Maar we hebben net ook al friet op. Hadden we zin in. Frietje gedeeld, dus valt wel mee. Niels wilde ook graag vriezen en die ging vervolgens Sven de hele tijd voeren zo. Om een friet in zijn mond stoppen. Nou, ik ga me even lekker mijn make-up eraf halen. En ik zie jullie straks. Of morgen. Dat zien we nog wel. Niels heeft allemaal mooie dingetjes voor met Koningsdag gekregen. Zoals deze ouderwetse telefoon. En hier allemaal little people diertjes. En een little people stalletje. En dan kan hij, ik vind het heel leuk om het inderdaad in het zakje te halen. En een xylofoon met piano. En een trommel. Helemaal goed. Hij heeft nog meer gekregen. Ook boekjes en dingen. Een deel ligt nog bij opa en oma, zodat ze daar ook wat hebben. Maar hij is echt helemaal blij mee. En we zitten nu lekker een beetje op de grond te spelen. En we hebben net lekker gegeten. Ik weet niet of ik overal peterselie heb, maar het was heerlijk. Daar ben ik weer. Het is inmiddels vrijdagmiddag. Ik moest even nadenken. Iets over 2:30. En ik heb een nieuwe vriend bij me. Dit ding. Dat is wel even fijn. Ik moest net eens naar die handfysio toe. Omdat ik zo'n overbelaste pols heb. En dan moest ik iets laten aanmeten. Ik denk, nou, het kan niet heel ingewikkeld zijn. Maar het is dus een hele, ja, soort je kan zien, een soort plastic arm. Waar ik de komende 2 tot 4 weken mee moet lopen. Valt mee, is te overzien. Maar het zit me een portie irritant. Ik moet er nog een beetje aan wennen, want ik kan dus ook niet makkelijk mijn hand meer draaien en zo. Dat is het hele idee ook, dat het gefixeerd is. Testen. Ik kan er wel de camera mee vasthouden. Ik mag ook niet meer auto rijden en zo. Maar goed, en hij moet dus in principe 24/7 om blijven. Maar ik mocht hem wel af en toe met mijn haren wassen. Daar ben ik heel, heel blij mee. Als ik het maar wel voorzichtig doe. Dus ja, dat wordt nog even een uitdaging. Ook met typen en zo. Want ik kan hem lastig zonder mijn schouder raar te doen draaien. Dus daar ben ik heel, heel enthousiast over. Ik denk dat Niels het ook heel interessant gaat vinden. Niels denk ik even naar buiten met mama. Ik weet het niet. Ligt geen briefje of zo, maar ze zullen straks wel terugkomen. Ik ga toch nog even aan het werk, want ik vind het een beetje zonde om een vrije dag hiervoor in te leveren. En dan had ik nog zich best wel veel uren overuren staan, maar toch. Nou, maar eventjes kijken. En verder heb ik gisteren nog. Ja, nee, gisteren heb ik verder niks meer gedaan. Lekker gedoucht en dat was het. En nou, nu dus vanmorgen gewerkt. En vanavond ga ik even mijn best vriendje wat drinken in in de stad. Met mijn arm. Leuk. En dan morgen hebben we niks. Maar ik wil eigenlijk even in IKEA. Want ik wil graag een tafeltje voor Niels. Want hij vindt het zo leuk om aan een tafeltje en stoeltje te zitten. Sven is nog niet helemaal overtuigd van dit plan. Omdat hij niet wil dat het hele huis door kinderen wordt overgenomen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen we hebben nu zeg maar in die hoek. Ook gaat het wel even laten zien. We hebben zeg maar nu dit ding staan. Dat is eigenlijk ook een tafeltje. Maar dan natuurlijk met die bak eronder kan hij er niet aan zitten. Maar dan wil ik eigenlijk dus hier. Zag ik dat het gewoon paste. Een tafeltje met een stoeltje. En dan haal ik deze gewoon weg. En dan is het. Ziet het er natuurlijk precies hetzelfde uit. En normaal staat natuurlijk die boerderij staat dan hierop. Dus
Ik dacht, ja, dat wil ik. Alleen Sven is daar nog niet helemaal van overtuigd. En verder hoeven we volgens mij morgen niet zoveel. De boodschappen worden weer bezorgd. Ik ben echt helemaal enthousiast over dat picknick. Ik word helemaal blij van. En zondag ga ik op kraamvisite. En s'avonds komen mijn beste vriendinnetje en haar vriend eten. Maar volgens mij had ik het al gezegd. Dus ik ga nu even snel nog aan het werk. En dan chillen. Maar eerst even aan het werk. Oh, en ik heb ook... Wil ik het laten zien? Ik weet niet of ik het kan laten zien. Wacht. Moment. Weet je of jullie kunnen zien? Ja. Toch? Zo? Ik heb niet in mijn broek geblast. Mijn zadel lekt. Super irritant. En ik vergeet het steeds. Want als het een tijdje droog is, dan lekt hij niet meer. Maar als het dan weer heeft geregend, dan blijft hij echt dagenlang blijft hij lekken. En dan lopen ze met zo'n enorme natte broek rond. Dus mijn plan, zo'n zadelhoesje. Want dit is echt heel charmant. Nou, op. Ik ga het weer. Oh, ik ben nog steeds verkouden. Mocht iemand zich afvragen. Ja, nog steeds. Ik ga er zo vandoor. Ik ga even een borreltje drinken. Ik heb mijn outfit aan. Als ik niet weet wat ik aan moet. Dit is een broesje van Primark. Ik heb al heel lang in deze broek van Stradivarius. Want ik ben... Nou, ik heb van alles aangehad. Wat nog best een uitdaging is om iets uit te trekken met dit ding. Maar niks staat hierbij. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Het is geen modisch item. Maar goed, we zijn er klaar voor. Het boeit me ook niet zoveel meer. We gaan gewoon lekker. En ja, ik neem jullie niet mee. Ik zie jullie straks of morgen weer. Goedemorgen. Het is zaterdag. Wij zijn wakker. Het is iets over 10. We zijn ook al een tijd wakker hoor. We zijn gedoucht en wel. Niels zit nog even te slapen. En dan gaan we zo meteen naar de IKEA. Het is best wel lekker weer. Het is volgens mij nog wel koud. Maar we gaan even naar de IKEA. Want ik wil dus zo'n tafeltje voor Niels. Hij wil nu op alle stoelen zitten. Dus ook op de hoge barkruk en zo. Geen goed idee. Ik heb vannacht voor het eerst met mijn plastic arm geslapen. En het was niet heel comfortabel, kan ik je vertellen. Ook omdat, ja, er moet echt nog wat aangepast worden. Want hij zit op een bepaald punt, zit hij op twee plekken, zit hij eigenlijk een beetje te knellen. En ik heb er nu een pleister op om een beetje de irritatie tegen te gaan. Want het gaat al een beetje open. Nou ja, als dat eenmaal open is, dan houdt het helemaal op. Mijn bescheiden conclusie is dus ook dat het nergens bij staat. Ik heb nu, dit heb ik aangezet, even laten zien. Een shirtje van, volgens mij, Vera Moda. Dit jasje, dat heb ik al zo lang, ik weet niet eens meer waar het van het is. En een broek van Stradivarius. Maar goed, ja, het is even behelpen. Ik heb hem dus wel afgedaan met haren wassen. En ik heb stiekem ook even afgedaan met mascara. Want, en mijn wenkbrauw tekenen. Ik denk dat het misschien net zou lukken. Maar ik dacht ik heb hem toch al af. Dus hey, die paar minuten. Nu is even zijn bed aan het testen. Deze hebben wij van Sven's oom en tante gekregen. Volgens mij is hij goed gekeurd. Behalve dat roze luifeltje. Dat zijn de balletjes, Sven. Nou, een tafeltje voor Niels. En ongeveer 60 kilo aan ledlampen. Want we moeten over op led. Want we hebben van die spotjes. En degene die wij hebben, die doen het niet meer. Of tenminste, die doen het nog wel, maar die verkopen ze niet meer. Dus als die opgaan, hebben we niks meer. Dus die hebben we gekocht. En nu naar huis. En Niels gaat er weg, want die is heel goed. Wij zijn weer thuis. Sven heeft net even boodschap gedaan samen met Niels voor morgen. De rest van de boodschappen worden straks bezorgd, maar morgen komen vrienden eten en dan hadden we nog geen boodschappen voor. Niels is een beetje klaar mee vandaag. Of tenminste, nu het laatste half uur. Dus we hebben hem nu even voor de tv gezet, maar blijkbaar werkt dat ook niet. En ik ben even naar de Action en zo geweest voor spullen voor het verven. Ik heb de tafeltje in elkaar gezet, behalve het tafelblad, zodat ik het gewoon allemaal nu kan schilderen en dan in elkaar zetten, zeg maar, met het tafelblad. Zo hoef ik nu niks af te pakken. Dat is ideaal. Dus ik heb eventjes kwasten en dat soort dingen gekocht. Ik had al verf. We doen gewoon diezelfde kleuren als die ook het keukentje en zo heeft. Dus ja, ik denk dat ik dat zelfs vanavond nog ga doen. Maar moet ik even kijken. Want het moet natuurlijk ook wel een beetje kunnen met waar we het neerzetten en zo. Dus dat.
Ik heb echt last van mijn arm, moet ik zeggen, inmiddels. Maar ja, misschien doe ik ook een beetje te veel. Niet zo goed in de stil zitten. Dus ik ga nu lekker mijn joggingbroek aandoen. En dan gewoon eventjes relaxen. En Niels entertainen en zo. Maar in ieder geval gewoon eventjes gewoon lekker comfy. Ik denk dat ik ook gewoon lekker mijn make-up eraf haal. Ik hoef niks meer, dus heerlijk. Het is zondag en ik sta op het punt van weggaan waar het niet dat Niels nog ligt te slapen. We gaan zo op kraamvisite. Het is nu 9:50. Ik moet eigenlijk zeg maar nu de deur uit. Ik ben een beetje in dubio. Maar goed, dat zo meteen. Ik ga nog even laten zien wat ik gisteren gedaan heb. Namelijk het tafeltje geverfd, tenminste het frame van het tafeltje. Diezelfde kleur grijs als het keukentje. Zeg maar dus deze kleur grijs. Dat trouwens niet op de rotzooi. En de stoeltjes ook. Maar ik denk dat ze nog een keer moeten, want ik heb ontdekt dat ik een spot vergeten ben. Hier zo. Dat irriteert me. En sowieso, ja, die stoeltjes denk ik op zich dat niet nog een keer hoeven. Nou, misschien nog wel. Dus dat ga ik dan vanmiddag doen. Dat mag na 14 uur. En dit tafeltje, ja, vind ik ook wel mooi als het nog een laagje heeft. Nu ziet het een soort van rustiek uit, dat is niet helemaal de bedoeling. Maar ik ben er wel blij mee. Dit past tenminste wel weer een beetje in het interieur. Mijn haar wil ook niet meer. Ja, werkt ook niet. Dus ik ga denk ik nu toch maar Niels wakker maken. Lastig altijd, ja. Hij zit ineens weer op twee slaapjes en wordt heel vroeg wakker en heel onhandig. Dus we moeten er even weer even wat aan doen. Goed, ik ga hem wakker maken. We zijn even bij de kinderboerderij. En Sven en ik zijn echt super leuk matching gekleed. Wat niet helemaal het plan was. Kijk, wat ik draag. Ik draag ook een zwart leren jasje en ook een grijze broek. Kijk, yeah, fashion twins. Heel fijn, love it. Niels gaat ook, het valt heel veel in de poep. Dat gaat lekker. Kijk, dat zijn schaapjes. Oh, ze willen takken eten. Nu gaat even bij de geiten naar binnen. Ik ben dus op een kraamvisite geweest, dus dat is super leuk. Echt zo bizar om zo'n klein babytje weer vast te houden. Want ja, Niels is helemaal niet meer zo klein. Het is gewoon heel, ja, heel schattig. Zo was het babytje niet meer, maar voor mijn gevoel was het echt mini. Hij is goed. Maar ja, het was heel leuk. Dag. Oh, dag. Dag geit. En voor Niels een appelvlierbessapje, biologisch. Woehoe! Sven is lekker bezig geweest. Allemaal dips en banada's. En dan hier. Allemaal burrito's. En het was de batterij leeg. Heerlijk uit. En het is nu... iets voor 5 en ik denk dat ze zo komen, dus